4 manieren om jouw narcistische ex te pijnigen. En ik laat je ook zien welk slecht advies heel veel ouders krijgen. Dit advies helpt om je ex te pijnigen, maar dat kan alleen als je geen kinderen hebt. Als je wel kinderen hebt, moet je dit absoluut niet doen. Zoveel ouders denken dat deze techniek helpt, maar nee. Dit zorgt er juist voor dat ze hun kinderen kwijtraken. Dus heb jij geen kinderen en heb jij een ex die narcistisch is, wees blij. Je hebt geen kinderen, ga weg. Ga geen contact opzoeken, kijk niet op social media. Ik snap het, dit is voor de mensen die geen kinderen hebben, maar die hebben in zo'n relatie gezeten al moeilijk. Want ze hebben een zogenaamde traumaband opgebouwd met deze ex. Kan je nagaan als je wel kinderen hebt. Als je wel kinderen hebt, is het verschrikkelijk. Want deze narcistische ex, die heeft nog steeds brandstof nodig. Ze hebben geen empathisch vermogen. Ze hebben een leegte in zich die moet worden opgevuld met of adoratie van oh je bent geweldig, maar ook door pijn, door andere mensen pijn te doen. Want als zij andere mensen pijn doen, dan krijgen zij narcistische brandstof. En narcistische brandstof is eigenlijk niets anders dan wauw, ik ben zo belangrijk, want ik kan andere mensen pijn doen, dus ik heb effect op hen. Dat is waar ze van genieten. Want zij voelen zich dan almachtig. Maar eigenlijk zijn het zeer zwakke, trieste mensen die zichzelf waardeloos vinden. En dat moeten ze verbergen met het masker. Waardoor ze jou dus pijn gaan doen. En ze gebruiken alles. Ze gebruiken jouw kinderen als ze niet bij je kunnen komen. Dus dit zijn de 4 technieken die jij kunt toepassen om de rollen om te keren. Om die narcist te pijnigen. Dus op plaats 1, het advies dat wordt gegeven aan ouders die afstand moeten nemen van de narcistische ex is, geef ze geen aandacht. Dat klopt, ze leven van aandacht. Maar dat kan dus niet, want je hebt kinderen. Wat moet je wel doen? Als ouder ben je verplicht om te praten met elkaar. Je hebt de informatieplicht, je hebt de consultatieplicht. Je moet overleg plegen over sommige zaken. Niet alles, maar wel belangrijke dingen in het leven van je kinderen. Dus wanneer jouw ex een vraag stelt, gewoon een simpele vraag, die eigenlijk voor de buitenwereld lijkt op oh, dit is toch een goede ouder. En jij bent zakelijk, dus deze ouders krijgen het advies om koud en afstandelijk te zijn. Dit is de Grey Rock Method. Maar wat er dan gebeurt, is dat in een e-mail heb je een narcistische ex, die lijkt heel erg begaan, want ze spelen een rol. En jij antwoordt heel koud en kil. Deze e-mails worden gebruikt door de ex als bewijslast van kijk hoe zij is. Zij wil niet meewerken. Dus pak die rol niet op die manier op. Dit is een acteerprestatie. Jij doet dit voor jeugdzorg. Jij doet dit voor de rechter. Iedereen die wil lezen. Want jij communiceert niet echt met die ex meer. Hè? Die ex wil alles wat jij doet tegen jou gebruiken. Dus let daarop. Ga niet koud en afstandelijk doen. En soms zijn ze iets sneakier. Dan gaan ze je echt beschuldigen van iets. Want ze weten hoe ze jou kunnen pakken. Dus wat doen ze dan? Dan zeggen ze, jij hebt dit niet gedaan. Je hebt X niet gedaan. Je hebt een bepaalde handeling, heb jij niet gedaan. Of jij ging ruzie maken met de kinderen erbij. Zo'n korte statement, een klein zinnetje. Dus ze zijn allemaal anders. Maar ze kunnen een zinnetje erin gooien. En het is een bom. Die wordt door buitenstaanders vaak niet herkend. Maar deze narcist weet hoe jij te pakken bent. Die gooit die zin erin. En wat ga jij doen? Jij gaat emotioneel reageren, wat heel normaal is. Maar hier ga je dus de fout mee in. Dit willen ze. Deze ex lokt jou uit. Jij gaat emotioneel reageren en je gaat uitleggen, dat is allemaal niet waar. En je krijgt een hele rij regels. En die narcistische ex denkt, heerlijk deze brandstof. En die gaat jou neerzetten naar anderen als kijk eens wat een... En deze gaat jou bij andere instanties neerzetten als een irrationeel persoon die de relatie niet los kan laten. Want kijk eens hoe rustig deze narcist reageert. En er komt een hele uitleg terug. Dus doe dat alsjeblieft niet. Wat kan je wel doen zonder cool en afstandelijk te lijken? Stel dat je krijgt een beschuldiging, een verwijt. Dus ook binnen jeugdzorg houden ze er niet van dat er verwijten worden gedaan. Hier kan jij gebruik van maken. Want stel, jij hebt dit en dat niet gedaan. Dus je gaat jezelf niet lopen verantwoorden. Jij gaat vragen stellen. Hier kunnen zij absoluut niet tegen. Oh, ik heb dit niet gemerkt. Of dit verbaast mij. Kan je mij dit uitleggen? Wat is er precies gebeurd? Jij wil die ex uitlokken. Totdat deze ex een heel verhaal gaat vertellen. En als je dat op een goede manier doet. Dan krijg je een heel relaas met allerlei. En dit heb je fout gedaan. En dit heb je ook al fout gedaan. Enzovoorts. Hier kun je later mee naar jeugdzorg. En dan zeg je, kijk, ja, ik wilde weten wat ik had fout gedaan. En kijk wat ik op mij afkrijg. Ik word beschuldigd voor van alles. En dan kun je hulp vragen van, hebben jullie een manier waardoor ik met deze verwijten dat ik daar beter mee om kan gaan? Tipje van de sluier, dit kan je echt heel goed inzetten. Je zet deze ex hiermee schaakmat. Zeker ook als je het doet alsof je het niet begrijpt. Want vaak is het ook onzinnig. Wat bedoel je precies? Wanneer was dat dan? Heb je gemerkt dat die narcisten dit ook bij jou heel de tijd doen? Ze doen alsof ze je niet snappen. Doe dit terug. Spiegel ze. Ze worden hier helemaal gek van. Hier pijnig je ze mee. Op plaats 2. Stel grenzen. Dus heb je wel vaker gehoord. Jij moet een grens stellen. Stop, hou op. Maar wanneer is een grens pas een echte grens? Een grens is alleen een grens als jij daar een consequentie aan kan binden. Dus als jij iets stelt van ik wil niet dat je dit doet, of de ex moet zich aan de omgangsregeling houden, die doet dat niet. Pas als jij wat doet, wat erg is voor deze ex, dan pas stoppen ze. Ze stoppen niet voor jou, want ze doen het juist om jou te pijnigen. Dus hoe stel je een grens? Een voorbeeld is, de ex gaat aangeven, ja, je krijgt de kinderen niet, terwijl je recht hebt op de omgangsregeling. Jij stelt een e-mail en je zegt, nou ja, ik wil dat jij je aan de omgangsregeling houdt. Het is jouw taak om de kinderen bij mij te brengen. Ik verwacht ze om dit en dit tijdstip terug. En daar laat je het bij. Ga die ex niet proberen te overtuigen van en je moet ze brengen enzovoorts, want dat willen ze juist. Wat jij nu hebt is, je hebt een omgangsregeling die is vastgesteld door de rechter. En jij hebt bewijs dat jij hebt aangegeven dat het jouw beurt is. Dat heb je nodig. Dat is een bestanddeel waardoor de ex niet kan zeggen, oh, ik wist het niet. Dat print je allemaal uit. Je gaat naar de politie en je doet aangifte van onttrekking aan het ouderlijk gezag. Dit is een misdrijf. En daarmee gaat deze ex zeker stoppen. Want de politie gaat ook een veilig thuismelding maken. En daarmee ligt dus vast dat de ex zich niet aan de regeling kan houden. En daar krijgt deze ex problemen mee. Misschien niet meteen, maar later ga je dit zeker kunnen gebruiken in de rechtszaal. Dit is een echte grens. Een andere grens bij de overdracht. Ik spreek veel vrouwen bij de ex. Probeert binnen te komen. Of ze maken een beweging met de kinderen erbij. Oh nee, dan loop ik wel even met je mee. En dan lopen ze de woning in. Jij wil dit niet hebben. Heel simpel. De grens is, als dit gebeurt, stuur een e-mail. Je bent niet toegestaan om bij mij binnen te komen. Onder geen enkele voorwaarde. Je hangt zo'n ringdoorbel op. Camera's binnen. Gebeurt dit weer? Jij doet aangifte van huisvredebreuk. Dat is een grens. Hier hebben ze zo'n hekel aan, maar ze weten dat ze dit gedrag niet kunnen voortzetten. Want jij gaat iedere keer aangifte doen. En dan krijg je een heel mooi dossier waarop dus staat dat zij zich niet houden. Dat zij misdrijven plegen. Op plaats nummer 3, waar je ze echt mee pijnigt. Ik zie dit nog steeds. Ouders die blijven e-mailen met hun ex. Alsof die ex nog steeds het beste voor heeft met de kinderen. Dus dan gaan ze ook suggesties doen. Is het niet beter om deze jas aan te trekken? Vind je het fijn om... Noem maar wat, gewoon afspraken die je normaal gesproken maakt met een partner die wel normaal is. En keer op keer worden deze ouders teleurgesteld, want de reactie van de ex is altijd negatief. Niets wat ik doe is goed genoeg. Dus stop daarmee. Maar daardoor worden mijn kinderen benadeeld. Ja, maar dat gebeurt toch al. Ook al maak je een opmerking, je ex gaat niks doen om het voor de kinderen beter te maken. Dus het helpt sowieso niet. De ex gebruikt dit alleen maar als munitie tegen jou. En die vindt het heel fijn. Oh ja, kom maar, vraag maar. Vraag maar weer of ik iets wil doen voor de kinderen. En ik ga je weer laten zien dat ik niks doe. Jouw mening telt niet mee. Dat is de boodschap die jij geeft. Dus wanneer je daarmee stopt, dan krijgen zij het gevoel dat zij er niet toe doen. Dus dit haten zij. Het gevoel hebben dat zij niet belangrijk zijn. Dat zij geen effect hebben op jouw leven. Dit haten zij. Als jij opeens dat contact gaat verbreken... Je gaat merken, in het begin worden ze heel onrustig. Gebruik dit in je voordeel. En op de 4e plaats, dingen die ze echt irritant vinden, is hou alles bij. Ze vinden het heel fijn om terloops allerlei zaken te roepen die niet waar zijn. En ze doen dat keer op keer. En het is zoveel dat jij dat op een gegeven moment niet meer bijhoudt. Maar tegenwoordig dus, ga ook digitaal communiceren. Neem de gesprekken op. Doe het per e-mail. Hou alles bij als er een gekke uitspraak is. En die wordt weer gedaan. Zorg wel dat je het weer spreekt. Maar doe dat op een logische manier. En dit heb jij gedaan. En je zegt terug, nou ja, op deze en deze dag heb jij dit gezegd. Dus dat klopt niet. Maar het kan zijn dat jij je hebt vergist. Want anders ben je weer zo koud en kil. Dus maak het gewoon als een correctie. Deze narcisten zijn zo erg gewend om te liegen. Ze houden het niet bij. Van heel veel ouders hoor ik van, oh, die narcist is zo slim. Maar dan vertellen ze maar wat hij doet. En het zijn vaak hele domme dingen, hele domme fouten worden gemaakt. Narcisten zijn niet slim. Ze hebben een diepe leegte van binnen. Het enige waar ze voor bestaan is validatie van anderen. Positieve of negatieve validatie. Dus hou al die rare dingen die ze zeggen bij. Doe dat op de computer, het is allemaal zo gebeurd. En krijgen het weer terug. Want ze gaan het dan opschrijven in een e-mail. En het gaan ze dan laten lezen aan jeugdzorg of iemand anders die het wil lezen. Kijk eens hoe erg. En zij of hij zegt daar niet eens wat van. Nou, je hebt een mooi repliek. Je stuurt heel zakelijk op. Dit is aan de hand, maar ik kan me voorstellen dat je hebt vergist. Of heb ik het dan verkeerd onthouden? Want ik heb het hier genoteerd. Zo breng je dat. En dit is hoe jij die narcist pijnigt. Want jij gaat van de primaire brandstofbron naar een secundaire, tertiaire. En je gaat langzaam uit het beeld verdwijnen. Als ze merken dat ze jou niks meer kunnen maken. Ze gaan het allemaal op je kinderen afreageren. Maar denk niet, ga niet denken dat jij je kinderen helpt door dan maar die klap op te vangen. Want je kinderen pakken ze toch wel. Hou het grote doel voor ogen, namelijk zorgen dat je kinderen bij jou komen. Heb je hier extra hulp bij nodig? Kijk in de beschrijving. Ik bied heel veel hulp aan ouders. Heel veel mogelijkheden die er zijn. Ga naar ouderverstotingoverwinnen.nl. Ik heb een aantal gratis trainingen die je daar gewoon kan bekijken. Kosteloos. Het laat je exact zien wat je bij jeugdzorg allemaal gaat meemaken en wat je er tegen kan doen. Wees die krachtige ouder, versla die narcist, versla jeugdzorg als ze tegen jou zijn. Bescherm je kinderen, zorg ervoor dat je kinderen bij jou zitten. Daar zijn ze veilig en geef ze de opvoeding die ze verdienen. Het is niet jouw schuld, maar nu wel jouw verantwoordelijkheid. Laat me weten bij de comments wat de narcist bij jou allemaal heeft uitgehaald. Heeft deze narcist deze technieken toegepast? En hoe heb jij jezelf kunnen verweren? Dankjewel voor het kijken en tot de volgende video.